jullie wel goed. Ik kan er een foto maken, dat is wel zo. Wissel aan de scène, dan zie je welke. Dit is de laatste. Ja, dit is wat ik zie.
Thank you.
っちゃった。
Oké.
Ja? Ja? Ja. Welkom bij de wedstrijd tussen de heren van Vios en de heren van Achilles Apeldoorn. Bij Achilles spelen vandaag onder 1 van Krechten. 10 is Pluim, 14 Katman, 15 Rechts, 22 Van der Meer en 16 Krijger. Coach Cor van Zijl, bijgestaan door Saskia van Groen. De scheidsrechters vandaag zijn Dame en Hanze. En bij Vios spelen vandaag onder nummer 1 Maan Hermans. 32 10 is Bram Bolets, 16 Thijs Seidsma, 6 Ruud Dekkers, 2 Thijs van Wegberg, 8 Dylan Rutjes, 15 Klim Meuter, 18 Kevin van der Kop, 5 Rodney Hermans, 9 Charles Dekkers, 10 Joep Konings, 4 Keanu Bakkes en 14 is voor Leslie Geerts. Hopen op een spannende en vooral mooie wedstrijd vandaag. Achilles heeft de beginopstelling, begint een doel met Krechten, met nummer 4 op de hoek. Dat is Idema, nummer 14, de linkeropbouwer is Katman. Aan de cirkel zien we nummer 6, dat is Jonker. En onder nummer 7, de middenopbouw, is Van Winkelen. Op rechtsopbouw zien we nummer 22 en dat is Van der Meer. En afgesloten op de hoek, als ik het goed heb, nummertje 7. Van Winkelen. Nee, die hadden we al gehad. Dat is 1-0 voor de heren van Vios op de rechterhoek. Aanvoerder Joep Konings met de 1-0. Het belooft in ieder geval een snelle wedstrijd te worden. Vrije doortocht voor nummer 14 van Achilles, dat is Tobias Katman. 1-1 en Vios weer terug in de aanval. Achilles met een klassieke 5-1 dekking. Eén mannetje voor de verdediging. Aanvallende fout, loopfout voor Vios. Balbezit Achilles. Vios speelt een 6-0 dekking. Spelen ze het hele seizoen al in. Ruud Dekkers en Leslie Geerts in het midden. Oh, loopfout. En bij Vios Rodney Hermans op de linkerhoek. Leslie Geerts in de cirkel. En Bram Bolets in het midden. En Dylan Rutjes die op links al wel de vrije worp krijgt. En het doel wordt natuurlijk verdedigd door Maan Hermans. Ja.
Poging van de tweede lijn, Dylan Rutjes. Goeie stop van de keeper. Blijft 1-1. Blok van Ruud, Dekkers en Vios weer een aanval. Stop van diezelfde Ruud Dekkers. En Achilles moet de snelle tegenaanval. Met nummer 3, Alden Kornegoor, scoort de 1-2. Goed verdedigd aan de kant van Vios. Twee keer de bal geblokt. En weer een aanval. Vrije worp, Dylan Rutjes. Goed vrijgespeeld, maar helaas gemist door Rodney Hermans, de linkerhoek van Vios. Beide ploegen hebben wat moeite met scoren in de beginfase, tegen dat de verdedigingen goed staan. Roy Stultjes schijnt zich geblesseerd te hebben bij de warming-up, dus die is er vandaag niet bij. Laten we in ieder geval hopen dat Maan Hermans zich niet blesseert, want dan hebben we geen reservekeeper meer. Maar goed, dan kunnen we altijd Kevin van der Kop nog in het doel zetten. Mooie actie van Ruud Dekkers op rechtsopbouw. Hij maakt er 2-2 van. Een gele kaart voor nummer 14, Tobias Katman, die iets te enthousiast verdedigde. Een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Het verschil op de ranglijst is 1 punt. Vios vorige week natuurlijk onnodig verloren. Maar thuis nog ongeslagen. Behalve dan de bekerwedstrijd van enkele weken geleden. Doorbraak op rechtsopbouw, nummer 22. Stand 2-3. Doelpunt Mike van der Meer.
Ook wat Vios heeft wat moeite om de gaten te vinden in de dekking van Achilles. Een goede actie van Bram Molek. En die maakt er 3-3 van. Gaat zelf door het midden. Prima doelpunt. Missel van nummer 22, dat betekent Vios terug in aanval. Vios iets rustiger spelen dan normaal. Normaal ligt de tempo ietsje hoger. En ze bouwen rustig op, zoeken de kansen. Schepping van Achilles. Stand na 10 minuten 3-3. Beide ploegen beginnen enigszins nerveus aan de wedstrijd. Goed verdedigd, Leslie Geerts in het midden. Gele kaart, Ruud Dekkers. Goeie redding van Maan Hermans in het doel. Op het snelle schop van nummer 14. En Vios terug in aanval. Goeie actie van Joep Konings. Helaas geen doelpunt. En Joep strikt nog maar eens even de veters. Oh, mooi schot van Ruud, helaas tegen de lat. Joep in de rebound. Ook gestopt door de keeper. Maar Achilles is ook slordig en verliest de bal weer. Een bal terug bij Vios. Ruud Dekkers heeft het vizier iets te scherp staan vandaag, want dat was al de tweede die onderkant lat niet in het doel ging. Maar goed, Joep heeft zijn veters weer vast, dus we kunnen door. Doelpunt nummer 14, stand 3-4. Snelle actie van Vios. En een foutieve verdedigende actie. Penalty en een gele kaart voor nummer 6. En dat is Timo Jonker. Tobias Katman maakte zojuist zijn tweede doelpunt. Ruud Dekkers neemt de penalty. Oeh, en scoort in de rebound. En daarmee stand 4-4.
We zijn inmiddels 14 minuten onderweg. Letten Vios even niet goed op in de dekking. Doelpunt aan de kant van Achilles. Ik dacht dat het nummer 4 was. Lars Idema. Dat is wel. De 14, nee, dat nummer 4. De keeper is ongelukkig geraakt in zijn gezicht. Even time-out. Blijkbaar aanvallende fout Vios. Balbezit Achilles. Stand 4-5. Weer goed verdedigd door Vios, weer balbezit. Tempo gaat duidelijk wat omhoog. Vrije worp. En weer een gele kaart. Nummer 7. Cornels van Winkelen. Balbezit Achilles, maar die bal gaat over de zijlijn, dus Vios weer in de aanval. Doelpunt nummer 7, Cornels van Winkelen, stand 4-6. Vios zal iets meer moeten scoren. Verdedigend gaat het goed, maar aanvallend 4 doelpunten is te weinig. En Ruud die voor de derde keer het houtwerk raakt. Aanvallende fout Achilles en Vios weer een aanval. Lijken een paar wissels aanstaande. Thijs van Wegberg die erin komt voor Dylan Rutjens. En die gaat naar de rechteropbouw en Ruud Dekkers die verhuist naar de linkeropbouw. Ja, verdedigen door de cirkel. Penalty Vios. Ruud Dekkers weer achter de bal. Eerste erin via de rebound. Oh, helaas. Tegen de benen. Stand in van de keeper. Stand blijft 4-6, maar Vios houdt bal via de inworp. Thank you.
toch een vrij forse overtreding. Kijk wat de scheidsrechters daarmee gaan doen. In ieder geval even time-out. Er wordt geveegd door de assistent Peter Bakkes. Dat doet hij heel behoorlijk. De scheidsrechters lijken het erbij te laten. Goeie actie van Bram Bolups en mooi afgerond op de linkerhoek door Rodney Hermans. Zijn eerste van vanavond en de stand is 5-6. Nog 11 minuten in de eerste helft. Inmiddels hebben we een aandachtig, nee toeschouwer dat mag niet, Cor Rutte heeft zich gevoegd. In het doel op het schot van nummer 22. Viers komt er snel uit. Ah, mooie actie. Au. De keeper van Achilles is erg goed op dreef vandaag. Mooie actie van Ruud Dekkers, maar goede stop. Thijs van Wegberg, weer een stop van de nummer 1, Rens van Krechten. En weer goed verdedigd door Vios. Thijs van Wegberg. Die bal is net iets te hard voor Joep Konings, die goed in de break was gelopen. Ah, prachtig blok van Thijs van Wegberg in de dekking. Inmiddels is Kevin van der Kop op de linkerhoek in het veld gekomen. Hij vervangt Rodney Hermans. Vrije worp Achilles. Via de paal komt de bal bij nummer 14. Tobias Kapman, die scoort zijn derde van de avond. Stand 5-7. Weer een stop op het schot van Ruud Dekkers van Rens van Krechten. De acties zijn prima. Nu de doelpunten nog.
Roma doelpunt. Kevin van der Kulp op de linkerhoek. Hoog in het dak. En Achilles verliest de bal. En dat betekent dat Fios weer bal heeft. En de kansen tegelijk maken. Inmiddels 6-7. En het eerste doelpunt voor Kevin van der Kop. De oude Vos. Balverlies aan de kant van Vios. En Achilles terug in aanval. Opbouw, nummer 22 die doorbrak, redding Maan Hermans. Ja, de Dekkers denk ik, gooi nou eens iets hoger dan de handen van de keeper. Weer onderkant lap, maar nu zit hij er wel in. Zijn derde van de avond, stand 7-7. Aanvallende fout. Daar is Van Winkel het niet mee eens. Maar Vios heeft de bal. Hij heeft de kans om weer op voorsprong te komen. Ook Clem Meuter is in de ploeg gekomen. Aan de cirkel. Vervangt Leslie Geert. Die schijnt al wat last van vermoeidheid te hebben. Maar dat zal ook maar tijdelijk zijn. Ah, weer een prima doelpunt van Kevin van der Kop op de linkerhoek. Goeie paas Thijs van Wegberg. En dat zijn twee schoten van hem en twee doelpunten. En een voorsprong voor Vios 8-7. Weer goed verdedigd door Thijs van Wegberg, Joep Konings in de break en doelpunt. Stand 9-7. Weer een prima blok van Thijs van Wegberg in de dekking. Mooie assist van Bram Boelerts en doelpunt Joep Konings. Achilles komt nu niet meer door de dekking van Vios. Heeft ook weinig wisselmogelijkheden zo te zien. Hoe langer de wedstrijd duurt, hoe moeilijker ze het zullen krijgen. Ah, goed verdedigd. De bal blijft in bezit van Achilles. Nog 2,5 minuut in de eerste helft. En weer balverlies van Achilles. Ze lopen nu ook niet meer terug. Geen overtreding krijgt de scheid tegen Achilles in de aanval. Maar goed vastgezet.
time-out. Er mag geveegd worden. Geeft Thijs van Wegberg volgens mij even de mogelijkheid om naar adem te happen. We gaan door met nog 1 minuut 40 op de klok. Vierde doelpunt van de nummer 14, Tobias Kapman. Oh. Een bal onder schepping Vios. Minder dan een minuut te spelen. Oh, slordig foutje. Achilles in balbezit. Passief spel. Oh, doelpunt op de rechterhoek van nummer 3. Zijn tweede Aldin Kornegoor. Stand 9-9, nog 10 seconden en een penalty. Vios, tijd staat stil, maar dat zal het laatste wapenfeit zijn, de penalty van Vios. Even kijken wie die gaat nemen. Het lijkt Bram Molits te worden. Ja, keeper zakt naar beneden en Bram Molits scoort de ruststand. En dat betekent dat het hier in Heithuizen bij de rust 10-9 is.
die tweede plek in de competitie vast kan houden. En we zijn vertrokken. Oh, de eerste stop van 10 meter. Doelpunt Ruud Dekkers. Mooi doelpunt. 11-9. Achilles lijkt ook gewisseld te hebben. In ieder geval op de rechterhoek is Basten Krijger in de ploeg gekomen. Voor de rest lijkt de opstelling hetzelfde als de eerste helft. Aanvallende fout, één pasje te veel. Van Tobias Katman, topscorer aan de kant van Achilles. En Vios weer een balbezit. Achilles heeft de dekking gewijzigd. Niet meer de 5-1, maar inmiddels een 6-0 dekking. Oeh, en een misser op de linkerhoek. Kevin van der Kop. Oftewel een goede redding van de keeper van Achilles, Rens van Krechten. Ah, goed verdedigd door Vios, Ruud Dekkers. Snelschop van de topscorer aan de kant van Achilles, Tobias Katman, scoort de 11-10. Zijn vijfde doelpunt vanavond. Snelschot van Thijs van Wegberg, breekbaar Achilles, maar die is te hard in de handen van Maan Hermans. Stand blijft 11-10, balbezit Vios. Weer een goede redding van de keeper van Achilles. Redding Maan Hermans, maar een rebound is het de nieuwkomer Basten Krijger met nummer 16. Die de bordjes weer gelijk hangt. 11-11. En Thijs van Wegberg wordt gewisseld en voor hem komt nummer 8 Dylan Rutjes terug in het veld. Ruud Dekkers verhuist weer naar de rechteropbouw. Hoe onderschepping van Achilles. Snelle break. Maar dat is een pasje te veel van de nummer 4, Lars Idema. Maar die kan ook net zo goed in de atletiek doen, zo snel is die. Oh, en het is Joep Konings die in de rebound op het schot van Kevin van der Kop 12-11 op het scorebord zet. En dat betekent inmiddels ook voor Joep Konings zijn derde doelpunt.
penalty lijkt het aan de kant van Achilles. Misschien wat makkelijk gegeven. Nou, het scheidsrechter geven hem. En dat betekent de nummer 9, Grolleman tegenover Maan Hermans. En Grolleman wint het duel 1 tegen 1. Stand 12-12. En uiteindelijk de afronding door nummer 18, Kevin van der Kop, die ook zijn derde van de avond maakt. Tussenstand 13-12 in het voordeel van Vios. Dekkerscheel, volgens mij is dat zijn tweede. En dat klopt, dus dat betekent 2 minuten voor Ruud Dekkers. We zullen maar zeggen, mooi uitgelokt. Overtal aan de kant van Achilles. Kijk hoe Vios daarmee omgaat. Doelpunt van nummer 16, Bastenkrijger. Dat is ook zijn tweede doelpunt van de avond. Stand 13-13. En Vios nog 1,5 minuut in ondertal. Ook een redelijk forse overtreding. En ook in die kant 2 minuten tijdstraf. Voor nummer 16, Basten Krijger. Dus we spelen 5 tegen 5. Breek. En een vrije worp van Achilles. Gele kaart voor Klim Meuter van Vios. Het wordt wat onvriendelijker op het veld. Fout aan de kant van Achilles, Viersbal. Bij Viers komt Ruud Dekkers terug, dus dat betekent dat ze nog even in overtal spelen, 6 tegen 5. En Joep Konings op rechterhoek vrijgespeeld door Ruud Dekkers, zijn vierde. En Viers weer op voorsprong, 14-13. Het blijft een erg spannende aangelegenheid hier. Achilles nog even met 1 mannetje minder. En ook
Ook daar komt Basten Krijger terug in het veld, waardoor we 6 tegen 6 spelen. Goed verdedigd Dylan Rutjes. En een schot, maar een goede redding van Maan Hermans. Schot van nummer 22, Mike van der Meer. En Vios terug in aanval. Op linkerhoek komt Charles Dekkers in plaats van Kevin van der Kop. Charles met zijn eerste speelminuut in deze wedstrijd. Konings op de rechterhoek, vrijgespeeld door Ruud Dekkers, zijn 5e. En hij brengt de stand op 15-13 in het voordeel van Vios. Doelpuntje, rechterhoek, Achilles. Dat is nummer 3, Alden Kornegoor. En die scoort 15-14. Een zeldzame misser op de rechterhoek van Joep Konings. Stand blijft 15-14. Goede redding Maan Hermans op het schot van Krijger. Vios komt er snel uit in de break. Speel nog door. Op Charles Dekkers op de hoek. Cirkelfout. Achilles terug in aanval. We gaan nog een keertje dweilen. Peter Bakkers heeft het overgedragen aan Keno Bakkers volgens mij. Goeie actie van nummer 14 Tobias Katman, maar de afronding is niet goed. Schiet ver over het doel. En vrije bob Vios Dylan Rutjes. Gele kaart, nummer 3, maar die had blijkbaar al een gele kaart, dat is mij niet bekend, maar ja, de scheidsrechters geven aan dat hij zijn 2e gele kaart, hij krijgt in ieder geval 2 minuten. 2 minuten voor nummer 3, Alden Kornegoor, en dat betekent dat Vios weer 2 minuten met een mannetje meer op zoek mag naar een doelpunt. En Dylan Rutjes die wacht niet langer, die denkt: ik loop er doorheen, maakt zijn eerste en brengt de stand op 16-14. Maar de marge blijft klein. 1 doelpuntje, 2 doelpuntjes. Eens kijken of Vios naar 3 kan. Bal aan de
de cirkel. Doelpunt nummer 6. Overtreding liggen op de linkerhoek. Onnodig om zo door te lopen. Basten Krijger, die had al een keer 2 minuten. Krijgt nu zijn tweede keer 2 minuten. En Joep Konings ligt geblesseerd op het veld. Laten we hopen dat het meevalt. Onnodig om zo op de hoekspeler door te lopen. Krijger was veel te laat. Bramboletz die de penalty voor Vios gaat nemen. De eerste helft ging erin. Discussieert nog wat met nummer 7. Ah, mooi doelpunt, goede penalty. Bramboletz, zijn derde doelpunt, stand 17-15. En Achilles moet even met zijn 4 aan de bak. 2x2 minuten. Er gebeurt niet zoveel. Oh. Toch niet zo goed opgelet op Vios in de verdediging. En dat betekent dat Achilles met 4 man doelpunt kan maken. Maar het is gelijk Ruud Dekkers. Die weer 2 doelpunten verschil op het scorebord brengt. Stand 18-16. En een goede verdedigende actie van Bramboletz. Overtal voor Vios en 2 doelpunten voor. Kwartier gespeeld in de eerste helft. Thijs van Wegberg op de paal. Jammer. Het wil maar niet lukken met die 3 doelpunten verschil. Een loopfout van Achilles. Volgens mij de 5e al in deze wedstrijd. En beide ploegen weer compleet. Naast het doel, Rick, die komt aan, maar goed verdedigd, goed teruggelopen, Klimmeuter. Achilles weer een aanval. Assist van Bramboletz op Joep Konings. Zijn 6e vanavond. Stand 19-16. Vios heeft zijn 3 doelpunten te pakken. Kijk of ze dat nu in de verdediging vast kan houden. Ai.
te snel. 19-17. Mooi doelpunt van de nummer 6 aan de kant van Achilles. Timo Jonker scoort 19-17. Maar direct in de tegenaanval is het Dylan Rutjes die zijn tweede maakt. En weer de 3 doelpunten voor Vios op het scorebord brengt. Het is 20-17. Basten Krijger, die kan niet alleen 2 minuten pakken, maar die maakt ook doelpunten. Zijn derde van de avond. 20-18. Direct van de rechterhoek. Balletje op de lat. Nog 11 minuten te spelen. Makkelijk doelpunt van Tobias Katman. Die scoort volgens mij al zijn 6e van de avond. En brengt de stand 20-19. En het is weer spannend. Wordt het een dubbelslag voor Vios vanavond? De dames wonnen al eerder. Gaan de heren ook winnen? Leslie Geerts is in het veld teruggekomen. Vervangt Klim Meuter. En ook Bram Bolens is even naar de kant gehaald. En die wordt vervangen door Thijs van Wegberg. Dat betekent Ruud Dekkers nu in het midden. Blessure aan de kant van Vios bij Thijs van Wegberg. Dus even de vraag of hij van het veld moet. Volgens mij is dat een nieuwe regel. We gaan het zien. Nou, volgens mij is hij ook gewoon geblesseerd. Hopelijk niet weer de knie. En we krijgen de eerste speelminuten van nummer 16, Thijs Seidsma. Die helemaal, dacht ik, van Lelystad is overgekomen. Afgezakt naar het verre zuiden. Die brengt aardig wat lengte in de ploeg, zo te zien. Ah, goede redding van Maan Hermans. Weer een redding van de keeper van Achilles, die een breek gooit, maar ook die is te hard. En dat betekent dat Vios terug de bal heeft. Vios heeft wat meer moeite met scoren die tweede helft vanaf de opbouw. Ruud Dekkers die zoekt Leslie Geers op de cirkel. Ah, goede actie van Dylan Rutjes. Maar helaas, zijn bal eindigt op de paal.
Maar Vios houdt balbezit. Nog 8 minuten in deze wedstrijd te spelen. Dekkers doet wat hij in de eerste aanval van de tweede helft ook al deed. Hij pakt de bal, springt op 10 meter omhoog en schiet de 21-19 in het doel. Kant van Achilles, die ook steeds meer moeite hebben om het doel te vinden. Een gele kaart voor nummer 16 Thijs Seidsma. Die lijkt ook geblesseerd. Laten we hopen dat dat ook niet ernstig is. Lijkt een beetje groggy, maar kan door. En ook de coach van Vios, Peter Wolets, kan de zenuwen wat moeilijk in bedwang houden en krijgt ook de gele kaart van de scheidsrechters. Nog 6 minuten 20, 21-19 Vios. En een penalty aan de kant van Achilles. Daar meldt Jan Grolleman zich weer voor. De eerste zat erin. Deze penalty, stand 21-20. Het is ongemeen spannend hier in de sporthal in Eithuizen. Bram Bolitz is terug in het veld gekomen. Thijs Seidsma neemt weer plaats op de bank. Ja, goede actie, maar helaas op de heup geschoten door Dylan Rutjes. Blijft 21-20 voor Vios. Nog ruim 5,5 minuut. Achilles gaat het spel helemaal vertragen. Zijn vierde en die zet weer de gelijke stand op het scorebord. 21-21.
Vrije worp voor Vios. Duwtje, ja, terecht. Terechte penalty van Vios. Bram Bolitz meldt zich weer. Komt de keeperswissel. Moet wel een hele goede keeper zijn, die nummer 15. Want de eerste keeper die pakt al bijna alle ballen. Maar hij heeft er in ieder geval zin in. Het heeft geen moeite met deze keeper. Het scoort zijn derde penalty. 22-21. Kevin van der Kop heeft inmiddels Charles Dekkers vervangen voor de laatste 3,5 minuut in deze wedstrijd. En nu is het zaak om tegen te houden. Ja. Bassen krijgen die mist van de hoek. 22-21. De doelpunten zijn duur vanavond. Ah, goede actie. En Ruud Dekkers wordt vrijgespeeld. De Bram Molets 23-21. Je zou zeggen deze tegenhouden, maar dat lukt niet. Want Tobias Katman, de topscorer aan de zijde van Achilles, houdt de spanning er helemaal in. 23-22. En Vios moet weer opnieuw beginnen. Actie Bolets. Ah, dat is een doelpunt. Nee, scheidsrechter besluit anders. Zonder ongelukkig fluitsignaal. Leek gewoon een geldig doelpunt. Oh, op het gezicht. Op het gezicht. Volstrekt onnodig. Maar goed. Golleman weet het. Accepteert zijn tijdstraf. 2 minuten. Die gaat niet meer terugkomen. Met nog 1,5 minuut op de klok. Ruud Dekkers neemt het er even van. Even rusten, denkt hij. En Iwan Jansen die zorgt nog voor wat versnaperingen. En Vios mag de laatste 1,5 minuut met 1 man meer proberen de overwinning binnen te slepen. Je zou zeggen 1 doelpuntje erbij moet genoeg zijn. Maar het blijft handbal. Breek voor Achilles. Nee, vrije worp ook aan die kant. Besluit de scheids doelpunt niet goed te keuren. Ja. Gelukje voor Vios zullen we maar zeggen. Maar nu met 5-6 moeten ze dat tegen kunnen houden.
Nog 50 seconden. Nee, oh. Vierde keeper, de paal. Geen doelpunt. En het zijn nog 30 seconden te spelen. Achilles moet offensief, maar samen met een mannetje minder, dus kunnen eigenlijk niet offensief. Gaat Vierce het uitspelen? Oh. Nee. Aanvallende fout nog. Achilles nog een keer in de aanval. En gelijke stand. Doel weer nummer 14. Gaat Vierce toch twee punten pakken? Dan moeten ze er één doelpunt maken. Ruud Dekkers. Dat lijkt een penalty, maar die wordt niet gegeven. Tijdstop. 5 seconden te spelen. Wat gaan de scheidsrechters doen? We overleggen even. Leek een penalty, maar of zij dat gaan toekennen, lijkt me niet. Nee, het wordt geen penalty zo te zien. 5 seconden. Als Vierce rustig blijft met één aanval, moet een doelpunt gemaakt kunnen worden. Misschien de keeper nog even wisselen. De klok zegt 5 seconden, de scheidsrechter is nog aan het overleggen met Kevin van der Kop. Zelf ook scheidsrechter. Eén aanval moet lukken. Nee. Het blijft 23-23. Ik denk een terechte uitslag. Hier in Heithuizen. Wij houden ermee op. Bedankt voor het kijken. Namens de hele crew. En tot de volgende keer.